Marianne, wat over eerst? Teleurstelling? Oh ja, nou, ik denk dat het op zich goed ging. Alleen, we kwamen te vroeg voor de sprint. En dat is zonde, want gisteren was wel echt heel goed in orde. Je wilde graag een harde koers, een afvalrace. Heb je het idee dat daar genoeg overtuigingskracht in zat vandaag? Nou, overtuigingskracht wel, maar we merkten wel dat het eigenlijk weinig zin had. Omdat, Je kwam niet weg? Nee, ik kwam niet weg. Heb je dat in de gaten meteen? Je probeert het, maar het lukt niet, hè? Dat heb je wel in de gaten. Dat merk je vooral vrij snel. En het was ook niet zo enorm heet. Het koelde zelfs wat af. Dus dan is het jammer. Was het voor jou voor de start al duidelijk dat jij als laatste poppetje de sprint voor Kirsten Wild zou gaan aantrekken? Ja, dat hebben we gisteren ook geoefend. En toen merkten we wel, het is een end. En dan probeer je natuurlijk nog zo lang mogelijk te gaan. Maar het was wel... Ik op een gegeven moment ontplof je ook natuurlijk. En dan moet Kirsten uit mijn wiel komen. Treintje doe je niet iedere dag. Dan moet je oefenen. Analyseer het eens. Hoe liep die sprint? Ja, we kwamen te vroeg. Dus we kwamen net een poppetje te kort in de laatste rechte lijn. We wisten wel van ik zat alleen maar met Amy Pieters, die zat voor mij. Die deed het ook heel goed tot 450 meter. 500 en dan 450. Maar dan weet je van als ik nou tot 150 moet, dan gaat het moeilijk worden. Die Derikse wint, dat is een verrassing. Is het nou voor Nederland een desillusie? Nou, je weet, je doet er alles aan. Je weet dat winnen en verliezen liggen dicht bij elkaar. Ze plakte een zilveren plak, maar na het zilver op de tijdrit denk ik niet dat Kirsten, of met Ellen van Dijk, denk ik niet dat Kirsten hier nu uiterst tevreden mee kan zijn. Maar je gaat voor de titel en je bent er dichtbij. Ja, tot slot over jou, wat voor jaar heb je gehad? Het is nou klaar. Ja, het is nou klaar, ja. Ja, Van de terugkomst, zullen we het zo noemen? Ja, vraag ik me morgen nog een keer.